Als je mijn boos moet je altijd zwaaien naar iedereen. Hoi yo, ik ben Bram van Bright. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. De Huawei P30 is gepresenteerd. Het nieuwe vlaggenschip van Huawei, de P30 Pro. En alvast een waarschuwing van tevoren: deze telefoon kost bijna 1000 euro. Het scheelt niet veel. En het is de vanafprijs, maar hij schiet wel schitterende plaatjes. Zoals je ziet, ik heb hem hier nog niet liggen, maar ik mocht hem wel al even uitproberen. Ik ben paparazzi, ik heb Claudia de Breit een foto gezet. De Huawei P30 Pro draait helemaal om de camera. Of moet ik eigenlijk zeggen camera's? Want Huawei zegt zelf dat er een quad Leica camera op zit. Vier camera's, beloven ze dus. Nou, als je er goed naar kijkt, dan zie ik er eigenlijk drie. Maar ze noemen dit kleine dingetje, deze lens, deze lichtmeterlens, ...noemen ze ook een camera lens. Nou, vooruit, doen wij dat ook. Er is dus een vierde camera bijgekomen, de time-of-flight-camera. En dan kun je wel hele grappige dingetjes mee doen. Je kunt er ook uh, dingen mee meten. Je kan zien hoe breed deze tafel is of wat de oppervlakte van deze tafel is of een stoel. Dat kan hij allemaal doen. En bij het maken van een uh, foto in portretmodus, uh, dan kan hij die haartjes ook heel mooi lospeuteren van de achtergrond. Dat ziet er echt allemaal heel erg mooi uit. Uh, dus die vierde camera, ja, die, die zou je wel kunnen gaan gebruiken, vermoed ik. De hardware van de drie andere lenzen die is ook veranderd. Je hebt nu een ultra wide shot. Je hebt de wide shot van uh, de 40 megapixel, de standaard. En je hebt nu een telelens voor niet twee keer zoom, maar vijf keer zoom. En dat noemen ze een periscope lens. Oppo presenteerde ongeveer hetzelfde, met tien keer optische zoom zelf. Maar die telefoon is nog niet op de markt en die van Huawei wel. Dus Huawei heeft gewonnen. En het mooie van die drie verschillende lenzen van Huawei is dat ze ook allemaal werken om te filmen. Dus je kunt ultra-wide filmen, normaal filmen en dus super zoom filmen. En die beeldstabilisator, ja, die werkte best goed. Ik volgde een man helemaal door de ruimte heen en het, het resultaat was best wel knap, vond ik. Het, het schudde viel reuze mee. Uh, nou, we hebben net even mogen proberen daar op de, op de schietbaan, zeg maar. En we kwamen een eind inderdaad met die tien keer zoom. Met een beetje troebel, maar hij ging best wel lekker. Die vijf keer die werkte inderdaad erg goed. Maar je kan zelfs door tot vijf Keer zoom, uh, digitaal dan wel. En dan zie je wel heel veel kwaliteit verlies. Maar nog steeds kon je wel erg dichtbij komen. Ik was best een beetje onder de indruk. Vooral met dat zoomen. Het is ook wel een beetje eng. Je kunt zo huiskamers binnenkijken of mensen op een bankje bespieden. Je voelde wel een beetje als een spycam. Even bijzonder is de nachtfotografie van Huawei. We werden nog even met z'n allen een darkroom ingeduwd en moesten we daar een foto gaan maken. Je kon letterlijk geen hand voor ogen zien. Maar toch wist die P30 op een of andere manier een foto te creëren van iemand die daar stond. Ik hield hem nog even voor de grap naast mijn OnePlus 6T. Nou ja, die kwam gewoon met een zwart beeld. En Huawei kwam toch echt gewoon met een soort van portretje. De camera is niet het enige nieuwtje aan deze telefoon. Nee, de vingerafdrukscanner zit tegenwoordig onder het scherm, was bij de P20 nog niet zo. Er is een mini-notch gekomen in plaats van een grote notch, terwijl die nog wel veilig genoeg is om face ID te doen, zeiden ze bij Huawei. En het design is ook best aangepast. De zijkanten die lopen uh, soort van rond af, maar die lopen naar elkaar toe. Dus zowel de achterkant als de voorkant, het glas gaat uh, die, ja, die buigt af. Dat is op zich wel mooi als je ervan houdt. De bovenkant is dan wel wel heel erg plat en de onderkant. Ik uh, weet niet helemaal of het mijn smaak is, maar wel de nieuwe kleurtjes. Wow. Verder zijn de specificaties wat je ervan verwacht van zo'n vlaggenschip gewoon Pico Bello. Tegelijkertijd is er ook een niet-pro uitgebracht, dus de Huawei P30. Daarvan is natuurlijk alles net een beetje minder. Een kleine schermpje, niet vijf maar drie keer zoomen, niet in die time of flight uh, sensor die erin zit en ook geen draadloos opladen. En die prijs, ja. Daar schrik je natuurlijk wel een beetje van, daar moet je een beetje van bijkomen. Maar goed, er komt ook nog een P30 Lite uit, een budgetmodel, maar daar weten we nog niks over. Tot zover mijn eerste indruk van deze telefoon. Ik heb er ongeveer een uurtje mee mogen spelen, genoeg om onder je te zijn van die camera kwaliteiten. Wel, kwam ik meteen weer die Huawei laag tegen van Android, wat niet mijn favoriet is. Ik vind het altijd vervelend werken, ik vind het altijd niet mooi eruit zien. Dus daar moet je altijd doorheen bijten bij een Huawei telefoon. Maar de foto's, die zijn hem in te lijsten. Binnenkort gaan we meer inzoomen op deze P30. Snap je hem? Volg daarom ons kanaal, vergeet je niet te abonneren, zet een belletje aan en doe een duimpje omhoog. Reacties zijn welkom. Wat vind je van de notch? Later!